Ik ben dus even wezen shoppen bij de Hypostore. Dus dat ziet er niet zo goed uit. We gaan de bakjes even slepen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn god, ik klaag best wel veel over het weer in mijn video's. Maar vandaag is ook weer echt zo'n dag. Ik kom hier net aan en echt een stortbui van heb ik jou daar. Dus de bak is inmiddels nu, best wel nat. Nou hebben we gelukkig wel een eb- en vloedsysteem. Dus ik heb de put helemaal opengezet, zodat het water echt zo snel mogelijk weer weg kan trekken. Maar jeetje, wat is dit voor zomer? Gisteren, toen heb ik niet gereden, want het waaide echt zo hard. Dat het, dat durfde ik gewoon echt niet aan. Want mijn paarden zijn best braaf. Maar zo hard als dat het gisteren waaide, dat vond ik gewoon echt niet vertrouwd. En nu is het weer heel mooi weer en de zon schijnt. Met af en toe dan een dikke plensbui. Maar ik ga wel gewoon rijden nu. Maar jeetje, Mina, wat een toestand. Echt, ik heb de hele tijd dat liedje in mijn hoofd. Ik heb echt zin in de zomer, man. Nou, dat heb ik inmiddels echt. Want ja, het is. Ik wil mijn korte broek ook gewoon aan kunnen doen. Maar zo blijven mijn benen natuurlijk. Gipsbenen, zo wit. Maar ja, het is even wat het is. Ik ben dus even wezen shoppen bij de Hypostore. En die spullen heb ik even meegenomen. Ik denk misschien is dat wel even leuk om te laten zien. Oké. Unboxing time. Als eerste heb ik een nieuw shabrak. Deze is van Escadron. En ik vond het kleurtje echt, echt wel heel erg leuk voor deze periode van het jaar. Hij is lekker fris. En er zit een anti-sliplaag op. En hierboven ventileert het helemaal goed. Wat ik trouwens ook heel fijn vind aan dit shabrak, hier hebben ze wel over nagedacht, want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb altijd best wel een beetje een hekel aan dit soort dingen erop. Maar heel eerlijk, ik knip ze er dus ook wel eens af. Ik weet niet of jullie dat doen, maar ik doe dat wel. Maar bij deze hoeft dat niet, want je kunt er dus voor kiezen om ze er gewoon af te halen. Kijk, je kunt ze zo heel makkelijk, kan je ze eraf halen als ze in de weg zitten. Dus dat vind ik wel, daar is wel echt over nagedacht. Dus, helemaal leuk. Dan heb ik nog een shabrak. Deze is van Le Mieux. Het vond ik ook wel echt een heel leuk kleurtje. Het is een beetje suède. Het is ook wel echt een hele fijne. En dan heb ik nog een mooi halster. Deze is van Escadron. Hetzelfde kleurtje als het shabrak. Helemaal leuk. Dan even kijken, heb ik een mooie zwarte broek van Piqueur. Ik zal hem even aandoen. Dan kunnen jullie ook gelijk zien hoe hij staat. Nou, dit is hem. Hij is dus helemaal zwart met hele grip. Oh, ik sta niet helemaal in beeld. Maar hij is dus volledige grip. En hier aan de zijkant zit een mooi logo, embleempje. En hij zit echt super lekker. Dan heb ik daar nog bij. Ik heb hem dus ook in het wit. En hier zit op de achterkant nog wat glitter. Echt heel mooi. Dat zit trouwens ook aan de voorkant. Dus een nieuwe wedstrijdbroek. En dan daarbij een nieuw wedstrijdshirtje.
En daar zitten ook wel echt hele mooie details op. Daar. Die is dus ook van Piqueur. Dan heb ik... Oeh ja, deze is ook echt heel fijn. Als je mij dus volgt op Instagram, dan heb je dus ook gezien dat ik deze al op de foto heb gezet. Ik ga hem ook nog even aandoen hoor. En dit is dus hetzelfde kleurtje als de Chebrac en het halster. En deze is dus van Escadron. En ja, dit zit zo mega lekker. Hij is super stretchy en heel ademend. Dus het is heel fijn. En dan heb ik, oh ja, die is ook echt heel cool. Een heel mooi shirtje van Piqueur. Maar dit zijn de details. Ja, het is wat lastig te zien, maar er staat dus ook Piqueur op. Maar ja, dit is dus echt wel een heel basic zwart shirtje. Ik doe hem toch even aan, want hij is wel heel mooi. Nou, dit is hem. Het is echt, ja, super stretchy. Wel fijn, want ik heb best wel, gespierde bovenarmen. En als shirtjes vrij strak zitten, dan heb ik al heel snel dat mijn arm afgekneld wordt. En dat komt door mijn spierbal. maar dat heeft deze dus helemaal niet, dus dat vind ik heel fijn. Daarbij heb ik ook een heel fantastisch mooi jasje. Deze is van Piqueur. Doe ik ook even aan. Hop. Nou, dat is een klein, beetje een bomberjack model. Nou, die zit ook echt heel lekker. Ik vind het wel een leuk kleurtje. Even kijken of hij scherp stelt. Deze is dus van Piqueur en ik vind het kleurtje echt heel mooi. Dan heb ik ook nog een shirtje van Tommy Hilfiger. Ja, dat is een vrij basic shirtje met hun logo er natuurlijk op. Maar dit is, dit is dan het shirtje van Tommy Hilfiger. Die zit ook echt heel lekker en ja, ook bij mijn armen is deze wel super stretchy, dus dan zit het altijd wel heel lekker. Dan heb ik nog een mooie broek van Fairplay. En die heeft op de voorkant ook van die steentjes allemaal. En dat zit ook op de achterkant. En dit is eigenlijk best wel een, niet een hele dikke broek. En voor in deze periode vond ik dat wel heel fijn. Dus hij is ook niet super dun hoor, maar gewoon lekker voor nu. En ik vond de kleur ook wel heel leuk. Even eens wat anders dan wat ik meestal heb. Maar ik denk voor nu vind ik deze kleur en dit stofje wel heel fijn. Ik ga hem even voor jullie aandoen, dan kunnen jullie het even zien. Nou, dit is hem. En hier zitten dus ook nog steentjes. Hij is super stretchy. En ook deze heeft weer full grip. Ja, daar hou ik wel van. En hij zit heel mooi hoog. Dus daar ben ik ook wel blij om. Dan heb ik nog een heel mooi shirtje van Cavallo. En hier zit bij de armen... luchtgaten zou ik zeggen. Maar wat kant. Hier zit dus kant op de mouwtjes. En ook wel vrij basic shirt. Heeft wel een beetje dezelfde stof als die van Tommy Hilfiger. Maar dat vind ik dus wel heel fijn. Vooral als het wel warm is en je zweet, dan blijft het wel lekker ademen. Ik doe hem ook even aan. Nou, net als de Tommy Hilfiger. Het is echt een lekker luchtig stofje, lekker stretch. En hier op de armen zit ook nog een leuke glittertje in. En als laatst... Oh nee, niet als laatst. Ik heb ook nog een paar mooie handschoenen van Fairplay.
Ook met leuke steentjes erop. En die zijn ook wel heel fijn, want hier zitten allemaal gaatjes in. Dus dat zijn ideale zomerhandschoenen. En ze zitten ook heel fijn, dus daar ben ik ook helemaal blij mee. En als laatste, en deze heb ik tijdens een shoot ook al een keer aangehaald. Dus ja, de mensen dus nogmaals die mij volgen via Instagram, die hebben hem wel gezien. Hij is echt heel cool. Dit is mijn nieuwe wedstrijdjasje. En deze is van Piqueur. Echt, het is zo'n lekkere stof. Ook heel stretchy. Heel fijn. Ik zal hem even aandoen. En hij zit hier dus met een rits. Een verborgen rits. En dan met knopen. Oké, het staat natuurlijk nu niet zo mooi met dat shirtje eronder. Het is wel echt helemaal mijn ding, deze kleur. Ja, echt superleuk. En ik heb deze ook aangehaald tijdens de modeshow van Hypostore. Dat was afgelopen winter. Toen heb ik deze dus ook aangehaald. Toen was ik eigenlijk al helemaal verliefd op dit jasje. Dan was dat alweer de unboxing. En ik hoop echt... Oh god, ik zie daar ook weer een lucht aankomen. Oh my god, dat wordt weer een dikke bui, denk ik. Nou ja, het is wat het is. Ik wil echt gaan rijden nu, want gisteren waaide het dus al echt zo hard. En vrijdag was het ook al de omstandigheden niet zo best, maar ik moet echt trainen. Oh man, waarom is het nou zo'n weer? Nou, ik zal niet meer te veel klagen, het is wat het is. Douw is opgezadeld en... Ik sta eigenlijk op het punt om hem een hostel in te doen en dan te gaan rijden. Maar er hangt daar een lucht. Oh ja, het is wel te zien op camera. Dat is niet zo best. Het ziet er niet zo goed uit. En net onweerde het ook al een beetje. Dus ik zal even kijken wat het gaat doen. Maar... Nou, op zich ben ik natuurlijk heel dicht bij de stal. Dus als het echt helemaal los gaat, dan ben ik ook zo weer in de stal. Maar ik wil eigenlijk ook niet helemaal nat regenen. Want ik moet Lucas en Maaike ook nog rijden. En anders word ik wel heel koud. Jij staat er al bijna helemaal klaar voor. Ik zal jou vast even geestelijk voorbereiden. Dat je waarschijnlijk een bui op je hoofd krijgt. Sorry, alvast. Ja, nou ja, aan de andere kant. Het kan natuurlijk ook op wedstrijd gebeuren. Dus... Ze kunnen er beter ook maar aan wennen, maar ik vind het zelf echt zo naar. Want je wordt zo koud als je helemaal nat regent. En nou ja, we gaan het gewoon avonturen. Maar ik durf jullie natuurlijk nu niet met mijn camera buiten even neer te zetten. Dat durf ik niet aan, want dat is heel onvoorspelbaar. Dus het is even niet anders. We hebben het droog gehouden, hè Douwe? Hij ging echt zo goed. Deed jij helemaal goed je best, hè? Ik denk dat hij dan ook een snoepje heeft verdiend. Oh, lekker, 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 hè, jongen. Oh, hij ging echt zo fijn. Ja, goed gedaan, jongen. Ja, jammer dat ik het niet op film heb. Maar ja, ik durfde het niet aan met mijn camera buiten neer te zetten. Maar hij ging echt heel leuk. Daar ben ik helemaal blij van. Het rijden met Lucas ging ook heel fijn. En hij zweette behoorlijk, dus ik heb hem even lekker afgespoeld. En ik ga hem nu even droog maken met extra met de handdoek. Vooral bij de benen, want Friezen hebben natuurlijk van die sokken. En als je dat eigenlijk niet droog maakt, dan hebben ze best wel veel kans op dat er smetplekken komen. En dat kan zich ook ontwikkelen tot een soort mok. En dat wil je niet. Dus ik droog altijd nadat ik de paarden heb... gewassen, dan droog ik dat even bij de coatholtes even goed af. Dus dat ga ik nu ook even doen. En daarna doe ik altijd even zijn hoofd, want dat vindt hij zo lekker. Moeten jullie straks maar eens even kijken. En voordat ik het vergeet te zeggen, ik doe het ook eigenlijk altijd even aan de onderkant van de staart. Want daar is het vaak ook best wel heel vochtig. En daar kunnen dus ook plekjes ontstaan als je dat niet afdroogt. En meestal kijk je daar niet. Maar daar kunnen behoorlijke scheurtjes in ontstaan. Dat is zeer pijnlijk voor een paard.
dan pak ik natuurlijk even een andere handdoek. Omdat ik hier wel mee zijn kont heb afgeveegd. Dus ik pak altijd even de andere handdoek voor zijn boven. Zo, en dan is Lucas weer helemaal klaar. De planning is een klein beetje gewijzigd. Ik zou Maaike nog even rijden, maar het is inmiddels best wel laat. En ik heb zometeen nog een afspraak met een vriendin. Oh, ik heb echt een tomato. Ik heb een afspraak met een vriendin dat we even zouden hardlopen. En dat ga ik niet redden als ik Maaike nog moet rijden. Dus dat is niet heel erg. Ik zal haar even een halstroom doen. Moment. Maar dat is niet erg, want dan rijd ik Maaike morgen. En dat maakt op zich niet heel veel uit. Oh, het gaat best goed. Oh, daar was hij al. Daarom heb ik dus soms het luikje van Lucas dicht. Want die bijt die andere paarden als ik er langs loop altijd in hun kont. Heb jij vandaag nog even een dagje vrij? Zo. Zet ik haar even lekker buiten. En dan rijd ik haar morgen wel even. Dat is ook geen probleem. Dan zal ik hier eerst de chaos even opruimen. En dan heel snel maken dat ik thuis kom om me om te kleden in mijn hardloopoutfit. Om te gaan hardlopen. Heel veel zin in. Maar goed, we doen het wel even, want eigenlijk is het natuurlijk wel zo. Paard fit, ik fit. Dus ja, sinds een paar weken ben ik weer begonnen met hardlopen. En ik biecht eerlijk op. Ik heb vaak geen zin om het te gaan doen, maar als ik dan één keer bezig ben, dan is het ook wel oké. En na de tijd, dan ben ik altijd wel weer heel trots op mezelf dat ik het wel weer gedaan heb. Dus ik denk altijd maar aan het gevoel daarna van, het voelt goed. Je kan dit gewoon doen. Dus ik zal nu de boel echt gaan opruimen en heel snel. Voor iedereen die error kreeg, misschien dat ik mijn laarzen met water afspoel. Dat doe ik even om het meeste modder eraf te spoelen. Maar daarna, voordat ik ze terug in de kast zet, behandel ik ze altijd even met de Quick Clean vanaf. En dan hebben ze gelijk even, nou ja, dat is een leather cleaner. Vind ik altijd ideaal. En dan maak ik ze daarmee schoon en dan zet ik ze dan pas terug in de kast. En dan zijn ze weer mooi schoon en dan kunnen ze weer terug in de kast. Hallo! Gaan we even trainen, Maaike. Ja. Het zou wel heel leuk zijn als je je hoofd ietsjes lager zou doen. Ik ben niet zo groot, hè? Oei. Goed zo. Goed zo. 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 Kom maar een beetje naar beneden. Het is inmiddels maandagavond en zoals beloofd ga ik lekker met Maaike trainen. Ik ben nu heel positief over het weer, want echt, het is windstil. De zon schijnt. Nou, nog een heel klein beetje, want het is al 8:15, dus heel minimaal. Heel misschien heb ik zometeen iemand die mij nog even een klein stukje kan filmen met Maaike, maar dat weet ik niet zeker. En voordat ik ga rijden, ga ik natuurlijk Maaike ook weer even insprayen. Want het stikt van de vliegjes. Oh Maaike. Goed zo, hè. Wat ben jij ook braaf. Ik weet niet of er meer zijn die dit doen, maar ik spray mezelf ook altijd even in. Want anders word ik zelf ook helemaal lek gestoken. Maar ja, beter dit dan onder de muggenbeet zitten.
spijker zit erop. Ze deed goed haar best. Ik heb goed gewerkt aan de galop. Dat is ook echt een aandachtspuntje van Maaike en mij. Dus ik rijd dan vooral veel vierkantjes in de galop. Vol te sluiten en openen. Om haar daar echt sterker in te maken. En daar zijn we vandaag vooral veel mee bezig geweest. Ik krijg even een cursus hoe ik Dionne niet weer kapot maak. Ik heb even een korte uitleg gekregen hoe ik met Dionne Deer moet omgaan. Want de vorige keer heb ik haar eigenlijk dus een beetje gesloopt. Maar we gaan de bak dus even slepen. Er komt zometeen heel veel regen aan. Dus ik denk het is wel even fijn om gelijk even te testen of alles het ook goed doet. En voor de regen gouden baan slepen. Dus wat ga ik nu doen? Hey. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. Somebody tell them don't gas me up. Remember when they used to pass me up like I ain't have enough. But them stacks been stacking up. And my stock price going up. Them haters... Net op tijd klaar met de bak slepen. En met de ponies binnenhalen. Want het spoelt hier op dit moment. En oeh, het onweert ook al een klein beetje. En ja, op buienradar is al te zien dat er zometeen echt heel veel ellende aan gaat komen. Dus ja... Weer erg leuk dit. Ik blijf, zolang de onweer hier nog onderweg naartoe is, blijf ik hier ook maar even. Want voor mijn eigen gemoedsrust. De onweer en de regen is inmiddels gelukkig voorbij. Dus ik kan op naar huis en gerust weer slapen. Ik heb nog even de paarden hun laatste voer gegeven voor de nacht. Dan sluit ik bij deze de video weer af. Dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!